Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Je hebt een beetje een grote hond in je bed. Zo echt te grappig hoor. Hi. Ik ga dit eens proberen. Seaweed. Vegan. Aangezien ik niet tegen ei kan, is het misschien wel wat. Tadaa. Geen idee. Oeh. Ja. Het aantal verantwoordelijke toeristenboot in Thailand is opgelopen tot 27, ongeveer 30 in sommige vloers. Is best te doen. Dit is zo grappig. De buurman heeft gehooid. En hij heeft een hele grote pakken hooi van laten binden. Maar ik denk dat de buurman nooit met Lego heeft gespeeld. Want het opstapelen is niet zo zijn ding. Kijk dan. Hij had het op zijn andere land ook al gedaan. Toen ging hij rijden. En toen vielen overal die palen weer vanaf. Is zo geestig dit. Echt geweldig. Ik denk dat het een Playmobilman was vroeger. En geen Lego. Ben onderweg naar Oud-Beijerland. Naar de reislaarzen-specialist. Naar Bas. Daar heb ik mijn wedstrijdlaarzen heen gebracht. Aangezien ik al één rit had gesloopt. En ik had ze ook bij hem gekocht. Dus dat heeft hij als goed is heel netjes gerepareerd. Dan kan ik ze eindelijk in gaan rijden. Want mama was een beetje gegroeid, dus ik paste ze niet meer. Dus als het goed is, ik ben nu iets afgevallen, pas ik ze weer. En ga ik nieuwe rijlaarzen aanmeten. Yay! Want mijn trainingslaarzen, die ik ook heb gespoten, hè, willen misschien ook wel zien. Die gingen van londenkleur naar donkerblauw. Daar zitten mega veel gaten in aan de binnenkant. Wat ik echt nog nooit heb gehad bij een laars. Maar dit zijn... kalfsleren laarzen, die schijnen eerder kapot gaan. Nou, anyway, ze zien er echt niet meer uit. Dus ik ga een nieuwe rijlaars aan laten meten. Althans, twee nieuwe rijlaars uiteraard. En dat wordt, als het goed is, de ossenbloedrood. Het is een nieuwe kleur van Petri. En die wilde ik eigenlijk 15 jaar geleden al, maar toen had ze hem nog niet. En nu wel. Dus... ik ben nu onderweg en ik neem jullie even mee. Gezellig. Ben ik dus zo aan het auto rijden. Zo, ik sta nu bij een stoplicht. Haal ik hem eraf, doe ik dit. Kijk dan, heb ik gewoon een extra bekerhouder. Sterker nog, die heb ik hier ook. Nou, heb ik die auto gewoon al, weet ik het, 5 maanden of zo. We rijden net pittoreske Oud-Beijerland binnen. En daar zit de rijlaarzen-specialist in de passage. En ik heb een oud zadel van mij verkocht laatst. Dus ik heb weer wat centjes. En dus toen dacht ik, ja, weet je, je moet jezelf af en toe ook een beetje kietelen. Dus... vandaar dat ik nieuwe rijlaars kan kopen. Ik ben altijd zo blij van. Gezellig. De markt staat er.
En dan loop je zo de passage in. Nice. Dat is Bas. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ja. Of dat dat een volume maakt. ik denk niet dat dat gaat lukken. We gaan hoofd doen, maar we eerst even staan. Oh, oké. Hij is nu zeggen. Ja. Als je dan even licht op buigen, dan zoek ik even knieën. Ja, dat is even zoeken. Ja, mag hem weer. Zo. Ben ik nog gegroeid? Behalve in de breedte. Alleen in de hoogte. Ik heb een paar schokken gehad zien. Ja. En voor de rest mag ik weer. Ja, mag ik even zitten. En je zou maar niet zeggen, ja. Ik ben heel verlegen, zeker als ik het Wat maar hebben ik we? Ik heb hier een heel mooi systeem. Ja. En je hebt een hele mooie kleur uitgekozen. Ja. Dus we gaan met dit systeem een hele mooie laars uitzoeken voor jou. Precies. Toch? Ja. Huh? Komt helemaal goed. Dat dacht ik ook. Dit is de kleur. En natuurlijk een super mooie laars. Zeker. In oxboot rood. Ja. Heel een warme laars. Voor een warm persoon. Met zo'n mooie contrastzooltje. Helemaal nice. Gaaf, hè? En dan die het stiksel. Helemaal top. Helemaal top. Kijk, kan je allemaal dingetjes doen. Strass. Spoorlimpjes. Nou, dingen uitzoeken. Dit wordt hem, ja, heel goed voor jou. Met spoorbandjes. We hebben een konijn in de tuin. Kijk. Loopt bij het kippenhok. Maar goed dat Loen nou nog niet heb gezien. Oh. Loentje, die zit hier onder tafel. Loentje, jij bent toch onze konijnenvanger? Ja, die zit lekker op te letten. Hij zit gewoon bij de kippen. Ja, ja, moet je toch vangen? Je bent toch mijn konijnenvanger? Maar heel knap ben je, dat zeker. Ja. Ja. Goed zo. Ja. Yes. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer hier beneden. Zou ik heel leuk vinden. Tot de volgende. Heig. Tuurlijk. Moos zou het ook heel leuk vinden. Moosie.